leuke oude meuk. Leuke oude meuk. Ja. Ja, dat helpt. Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Dorien Brik en Brak op de hop, bij de hop. Ja, we voelen ons inmiddels brik en brak, maar dit weertje maakt alles goed. Gisteren was natuurlijk drama met het noodweer. Maar gelukkig met veel vrienden, bekenden en de jongeren die hier op de wei staan, hebben alles heel kunnen houden. Dat en is heel druk, hè? Kijken nou dit. Geweldig, toch? Ja, kun je even zeggen van de mensen die het niet weten, waar is brik en brak? Nou ja, wij vinden het leuk de Franse sfeer na te bootsen. Echt een brik en brak markt met brokante vintage industriële spullen. Een lekkere sfeer in het groen, uitpakken, er doorheen struinen met een zonnetje. En daarna lekker hier genieten van de muziek. Hoeveel jaar is dit? Volgens mij is dit inmiddels de 6e editie. Zo. Ja. Volgend jaar weer? Ja, als dit is weer wel. Want vorig jaar zeiden we op vrijdag met een noodweer, ja, we stoppen ermee. En op zondag op de afterparty weer, ja, we doen weer een editie. Gisteren dachten we, oh, niet weer. Maar als je dit dan weer... Dit is echt een succes dit. Ja. Maar het is altijd een beetje Frans. Het is ook weer Frans. En onze vrienden houden de moed erin. We hebben zoveel fijne vrienden en familie. En de mensen die elk jaar met hun spullen komen, iedereen helpt mee. Dus, tu parles français aussi? Nee, je ne parle pas français. Okay. Un petit peu. Nou, veel plezier nog, hè? Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. En hoe gaan de zaken? Heel goed. Ja. Er wilde net iemand een tafeltje kopen, maar het tafeltje niet te komen. Nee, dat moet ik altijd meenemen, hè. Dan moet ik mijn koffer op. Dus ja, nou hebben we toevallig een lange tafel, maar soms zijn ze wel een beetje kleiner. Ja, ja. En willen toch wel spullen kwijt, hè. Ja. Dus u doet dit vaker? Ik heb ook een winkel, hè. Oh. Ja. Waar? In Loon op Zand. Bent u nog iets speciaals op zoek? Nee hoor, wij kijken rond. En misschien blijft er iets aan je vingers hangen. Maar wat trekt u aan? Ja, en niet iets speciaals hoor. Nee, ik ben geen verzamelaar van iets of zo. Dus... Wel al iets gezien? Nee, nog niet. Ik ben er nog niet zo lang hoor. Oké. Okay. Nou, veel plezier. Dankjewel hè. Wat verkoopt u? Glaswerk, lampjes, bloempotten. En hoe komt hij eraan? Van de zolder gehaald? Of? Van de zolder gehaald, ja. Grote zolder thuis? Hele grote zolder. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Hè. Ik ben mijn cameraman aan het zoeken. Oh, sorry. Kunnen we... Nee, nog niet. Oh. Ik dacht dat jullie tweedehands dingetjes kwamen kopen, maar... Nou, dit moeten we ook kopen. Ja. De vrouw is aan het rondlopen en jullie aan het bier. Nou ja, de consumptie moet erbij hebben, hè. Ja. Moet ik niet naar Max kijken? Nee, dat doen we wel. Dat doen we wel. Je doet het toch wel. Ja. Ja. Dit is ook leuk, hè? Ja, zeker wel. Ik zie hun allemaal lachen. Ja. Ja. Maar je hebt wel goed gezien. Ja. Ja. Oh. Maar niet over vrouwen of zo, of maak dan niet voor de kat? Ik net bij haar gesproken, nieuwe inwoner van Est, maar dat wisten wij nog niet. Dat was de hobbyclub van. Oké. Okay. Denk maar sporadisch over de vrouwen. Ja. Denk ik. Ik moet even vertellen hoe dat je het in Est vindt. Moet ik dat vertellen? Je mag vertellen wat je wil. Oh, nou ja. Wat ik hiervan vind? Of, ook. Het is allemaal aan jou. Oké, okay, nou ja, ik vind het. Nou, ik ben een Essenaar sinds een paar jaar, sinds 2 jaar eigenlijk. En ik zit hier allemaal omringd door Essenaren. En dit is een heel leuk plekje om even bij te kletsen. Ja? Ja, dus en de markt is leuk, leuke dingetjes te koop. Voor mijn dochter, die struint hier al die kruipers af. Ja, lekker biertje erbij, prima. Hartstikke leuk. Ja. Zo moet het, hè? Leuk hier. Heel leuk. Ja? Jazeker. Wat doet u hier? Ik ben hier standhouder. U verkoopt dingen? Ja. Probeer dingen te verkopen? Probeer, ja. Dat is ook... Lukt dat een beetje? Beetje, ja. Mogen we niet mopperen? Moet ook niet wat roepen en zo? Nee. Wat het te koop hebt? Nee, dat is ordinair, hè. Wat heb je te koop? Nou, een leuke oude meuk. Leuke oude meuk! Ja. Ja, dus, ja, leuke oude meuk. Leuke oude meuk! Ja, ja, dat helpt. Zie je het? Ja, mensen kijken zo van... Trouwens denk je dat je die mensen bedoelt. Ja, ja. Kijk, zie je? Het helpt wel. Want staat er kijk, u heeft al een tas vol. Ja, met allemaal glaasjes. En ook een beetje kleding. Maar vooral glaasjes, daar zal zeker alcohol in moeten. Ja, denk het wel. Dat is wel de bedoeling. Ja, dan kan ik een beetje oude meuk opruimen om weer nieuwe oude meuk erin te zetten. Ja. Zo gaat het toch in de. Bij de derde fles dat de glazen dan breken of zo. Nee, precies. Het, Is dat. En ja, het is een superleuk sfeertje. De douche is toch prachtig? Toch?
trots, lekker weer. Trots op Dorine en Alice. Zo is het. U staat vrolijk te fluiten met een pet op. Ik fluit altijd. Vrolijkheid zelf. Dat bedoel ik. Wat heeft u allemaal te bieden? Ja, doe je ogen open en dan schouw de wonderbaarlijke dingen. Huh? Nee, glene meubeltjes, eikenmeubeltjes, alles uit Frankrijk. Serieus? Heel serieus. Maar dan gaat u naar Frankrijk speciaal om die dingen? En dan gaan we, net zoals hier een marktje, maar in Frankrijk is het natuurlijk heel anders. Hè. Daar kennen ze geen kramen. Hè. En dan struinen we al die marktjes af en dan zorgen we dat we leuke spulletjes bij elkaar vinden. Moet ik bij de boeren aanbellen of mag ik even op de zolder kijken? Nee, mijn Frans is niet zo. Mijn Duits en mijn Engels, dat wil wel lukken. En mijn Nederlands, dat lukt ook een beetje. Het is meer Limburg, dat is de bijstand. Waar nou hier staat, waar ik denk, nou, dat vind ik echt zo'n mooi ding, dat zou ik altijd kopen als ik hier langs zou lopen. Auto's, oude auto's bijvoorbeeld. Oh, dat zou ik, ja. Ja, daar die en die waar die beren zitten en er werd voor staan en er staat nog een. Ja, wat een beetje mooie oude stallampen. Ja, ja, dat zijn dingen dat ook, die... Ja, heel modern tegenwoordig, hè? Ja, maar dat wordt ook steeds minder hè, qua aanbod natuurlijk. Want die Fransen zijn ook niet meer zo dom dat ze dat voor 2 euro verkopen. Nee. Die weten nu ook hoe en wat natuurlijk. Dus je moet ver zoeken, maar er is af en toe nog wel eens wat te vinden. Ik wil vragen wat u. Wat heeft u gekocht? Ik heb. En ik heb 2 kikkers gekocht. Wat heeft u gekocht? Hoe is dat? Oh. Ja, wat denk je zelf wat dit is? Een vaas, maar is het een speciale vaas of zo? Ja, kijk eens hier. Hartstikke retro, mooie kleuren. Helemaal happy mee. Moet hij altijd aan de onderkant kijken of er iets op staat of zo? Nee, helemaal niet. Nee. En ik heb 2 prachtige kikkers en die staan daar verderop, want die zijn te zwaar om te tillen. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Even relaxen. Even rusten naar alle drukte. Want, wat heb je gedaan? Wij hebben vandaag de Brokantenmarkt spulletjes verkocht. Ah, verkocht? Verkocht. Maar je bent al leeg of zo? Nee. Bijna. Bijna. Maar waar dan? Hier? Hier en hier binnen in het schuurtje. Oh, leuk. Ja. Waar kom je vandaan? Tilburg. Elk jaar hier? Elk jaar hier, vanaf het begin af aan. Kopselaren zijn goede, de Limburg-Essenaren zijn goede... Ja, absoluut. Goede kopers? Ja, absoluut. We hebben heel veel mensen die mogen ontvangen, dat was echt heel leuk. Ja? Ja, zeker waar. Wat verkopen jullie vooral? Brokanten, uit Frankrijk onder andere en uit diverse streken. Brokanten? Ja. Brik en brak? Ja, brik en brak. Lekker oude spullen. Oude meuk vinden we leuk. Ja? Veel plezier nog. Dank u wel, Hugo. Dank u wel. U ziet er wel een beetje Frans uit. Ja, dat lijkt zo wel. Maar Frankrijk is ook een favoriet land voor mij. Serieus? Ja. U praat ook Frans? Jawel, een type. Type? Ja, een type. Hallo, parle français? Nou, dat is wel een beetje moeilijk zo. Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou zeggen, gezellig in het zonnetje. Ja, heerlijk. En een beetje in de schaduw. Geniet ervan. Ja, dank u wel. Ja. Dus hier moet je zijn voor de inwendige mens. Ja, die moeten er zeker zijn, hè. Hoe vind je het? Ja, het ziet er hartstikke leuk uit overal. Ja, dat doen we toch wel weer goed met z'n allen, hè. Ja, hartstikke goed. Goedemiddag. Nou, leuk. Ja. De hamburgers vinden die gretig aftrek. We hebben zelfs bij moeten halen. Serieus? Ja, dus hamburgers hebben we, vegaburgers en broodje hotdog. Zo, en zijn ze lekker van het jaar? Heel lekker. Willen jullie er dan een kantje proeven? Het lijkt wel of ik het daarom vraag. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ook. Dat dus, lijkt me heerlijk. We gaan er 2 maken. Dankjewel. Superleuk hier. We zijn blij dat we weer hier in waar de drie's mogen zijn. De Rob. Geweldige dag. Dorien heeft het wel heel goed voor elkaar met haar kramen. En wat spelen jullie? Hoe heten jullie? Wij heten Strammer Max en Encore. Nog een keer. Strammer Max, Duits. En Encore, Frans.
Ja, nog een keer zeg ik. En wij spelen dus, ja. En wij spelen de Frans, Nederlands, Smart Lab. En zo dadelijk de derde set Engels repertoire. Oké. Heerlijke muziek? Ja, leuke muziek, lekker sfeertje, leuke mensen. Beetje Franse muziek? Ja, zeker. Al een beetje rondgelopen ook al? Ja, ja. Maar nog niks gekocht. Wel iets gezien? Ja, zeker. Maar ik ben aan het ontspullen thuis, dus ik moet niks nieuws kopen. Nee. Nee. Maar het is leuk. Ja? Heerlijke, ja. Veel plezier nog. Dankjewel, jullie ook, hè. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Lekker. Ja? Ja. Gezellig op de markt hier? Ja, heel gezellig. Hebben we eigenlijk gekocht? Laat eens even zien, dit. Want ik heb gekocht, ja, dat ben ik altijd fan. Wie kent hem nog? Ja, Jack Jersey, hè? Ain't gonna money, ain't gonna home. Come on, we're gonna go so happy. En die vond ik al leuk, dus die had ik dan niet. Maar ik was al keilang op zoek naar het singeltje van Johnny Hoes, Och was ik maar. En er schijnen 1.750.000 singles van verkocht te waren. Ja. En dan was ik pas geleden bij Telstra, weet je wat, bij zijn zoon. Hij zei, die kun je nergens meer kopen. Kijk. Hij zei, dus niet te betalen. En dan kom je bij die mensen en die kijken niet. De mensen kennen hem niet. En die kijken niet, bak. Ik zei, wat kost dat ding? Hij zei, 50 cent. Ik denk, nah. Geweldig joh. Ik tel af en dan zingen we hem samen. 1, 2, 3, 2. Oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. Och, was ik maar met jou niet meegegaan. Alleke, wat gaat die kopen? Ik heb 2 knuffeltjes gekocht. Althans, ik heb nog niet afgerekend. Voor kraamcadeautje. Oh, dat is leuk. Ja, kijk, leuk olifant. Olifantje. Ja. En die worden allemaal door deze jonge dame gemaakt. Ja, die maakt u zelf? Die ja. maak ik helemaal zelf. En hoe heet dat dan? Haken? Ja, dat heet haken. En dat gaat zo. Ja? Ja, zo. Leuk hoor. En hoe lang doet u nou over 1 aapje bijvoorbeeld? Dat is net hoe lang wanneer ik zin heb. Dus ja, maar dat kan 2 dagen zijn en het kan 2 weken. Hoe lang gaan de handen op en neer? Iedere avond. Ja, maar om een aapje te maken, dan een avondje klaar of zo? Nee, zo makkelijk is dat niet. Dat is minstens 2 avonden hoor. Zo. 3. Good vibration. Hey, en boksen dan jij? Kom even naar de Hank. Hank. De Hank. Hoe gaan de zaken? Dat moet je aan hem vragen. Hij wordt nou op een gegeven moment. Ja. Heb je toevallig ook gezien wat het verschil is hier? Zo. Jullie hebben ook Jack Jersey verkocht net. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Gezien. Dat is geen Frans. Nee. Nee. Maar dat was iemand die heel erg van Indonesische muziek eigenlijk. En die is daar echt voor grap. En die komt weer terug naar mijn collega. En die heeft op een gegeven moment meer dan 4000 plaatjes. En wat kost nou Julien Clerc? Ja. Deze kost 2 euro. Die bak kost 1,50 euro. En de singles kosten 50 euro cent. Oké. Okay. Leuk. Doen voor de liefhebber. Lekker pick-upje. Tegenwoordig is het toch allemaal met Spotify. Hè? Ja. Maar dit heeft maar een beetje kraken, dat is toch mooi? Ja. Nou, u heeft dit net gekocht. Wat is het? Het is een kastje. Een kast. Het schijnt uit Hongarije te komen. Oh. En waar gaat u het voor gebruiken? We zijn een keuken aan het maken van 6 meter. En die gaat bestaan uit allemaal onderdelen, kasten en dan... Proberen we dat door middel van een stalen frame en een mooi blad een geheel van te maken. Originele keuken. Zeer origineel. Vast hartstikke mooi. Waar gaat u nu naartoe rijden? We gaan nu naar Krimpen aan de IJssel, vlakbij Rotterdam. Zo, komt helemaal hier naartoe? Ik kom helemaal hier naartoe, ja. Want ik had een kast gekocht via Marktplaats. En toevallig was er dus daarnaast was een brokantenmarkt. Kijk. Dat wisten wij niet. Nou, sterkte en veel sterkte met de keuken, zeg je daar. Veel succes met de keuken. Ja, dat hebben we wel nodig, want het is nog een puzzel. Dankjewel. Vind je het gezellig hier? Ja, kei tof. Waar komt u vandaan? Ik ben van België, maar ik woon in Tilburg. Ah. Ja. U komt uit België? Ja, ik kom uit België. Voor deze meneer natuurlijk, naar Nederland. Maar hij komt ook uit België. Serieus? Maar ik woon in Boksel. In Boksel? Leuk in Boksel, hè? Soms wel. U bent ook vast van Boksel. Ik vind, ja... Bij mij vraagt u nu leuk in Tilburg, hè? Dus u zult wel van Boksel zijn. Maar nu gaat het misschien andersom, het interview. Ja, het interview loopt niet echt lekker. Ja, nee, jij maar, moet de vragen stellen. Wacht, niet wacht. Hallo mevrouw. Ja, hoi. Gezellig hier. Ja, kijk. Waar komt u vandaan? Ik kom van België, maar ik woon in Tilburg. Oh. Ja. Dat dacht ik al. Ah, ik weet niet waarom ik dat dacht. Oh, ja. En u? Van hetzelfde.
En die komt speciaal naar deze Brik en Brak hier op de Hop? Ja, eigenlijk wel. Was ze zo gezellig hier? Nou, ik vind het heel leuk. Het is een beetje op zijn Frans of op zijn Belgisch. Anders dan in Nederland. In Nederland vind ik het meer rommelmarkten. Hoe? Rommelmarkten. Oh, ja, oké. Okay. Ja. En nu is het andere spulletjes. Ja, ik ben eigenlijk al heel de tijd iemand aan het zoeken die Frans spreekt. Ah, oké, maar ja, ik spreek geen Frans. Ook niet? Nee, ik ben wel Belgisch, maar nee. Ik heb een paar jaar Frans gehad en ik kan nooit Frans spreken. Maar hier op de Franse mag niemand parle français person. Ja, kun jij Frans? Kijk, ik spreek Frans. Belgisch zijn toch al tweetalig? Ja, maar weet je, ja, dat klopt. In principe, maar in Brussel zou het tweetalig moeten zijn, dat is eigenlijk alleen Frans. Maar ik spreek alleen Vlaams. Heeft u al iets gekocht? Nog niet, maar wij waren wel op weg naar. Wat zoekt u dan? Ik zoek nooit iets, want ik heb zelf ook een winkel. En heel veel spullen. Ik heb denk even veel spullen dan alles hier bij elkaar. Maar wat hoop je nou eens tegen te komen? Denk, oh nee, want dan gaat dat niet werken. Okay. Dus mij moet je gewoon er naartoe, blanco, en dan vind je altijd iets. En als je gaat zoeken, dan ga je het niet vinden. Wijze woorden. Mensen komen hier naartoe, blanco. Ja, dat is het beste volgens mij. Nou, ik wens je ook heel veel plezier. Nou, jullie ook, dankjewel. Doei.